nummers waarvan een paar van eigen hand zijn, een paar zijn traditionals. Ze zijn zich nu aan het installeren. Frits heeft zo'n klem om de hals met daarin een mondharmonica. De mensen, oh, er zijn allemaal cameramensen hier nu met die springen naar voren. Het is echt hot music, Cats Hand. Het is een radioprogramma, maar het wordt ook tegelijkertijd opgenomen. Frits heeft de klem om de hals waar de mondharmonica in moest, maar de mondharmonica lag nog in de kleedkamer. En alles is nu bijna in orde. Nou, dat had Henk net zo goed nog even een gedicht kunnen doen eigenlijk. Ja. Maar Henk, de volgende keer gaan we gewoon nog eventjes doen dat het ding klaar staat. Ja, het mondorgel doet het. En de vluchtjes worden nu ingevlucht. Had ik al verteld dat de laatste uitzending over 2 weken van Schiermonnikoog was? Ja, hè? Ja, s'morgens vroeg, ik geloof dat het al heel vroeg op boot gaat en dan halen jullie het makkelijk. Want we beginnen 12 uur in het Hotel van de Werf. En na die tijd gaan we feesten op het strand. En dan s'avonds gewoon weer met, op het eind van de middag weer met de bus terug. Ik geloof dat ze nu zover zijn. Het is een heel flitsend radioprogramma. Het ene volgt elkaar heel erg razendsnel op. Maar hier is dan Cats Hand! Applaus! Heeft een boekje voor zich. Ik bedoel, ik zag net de papieren van dichter Henk Nuis, maar dit is een heel doorleefd boekje. Frits, je hebt het overal bij je, zo te zien, want het ziet er al uit alsof het al heel lang bestaat. Bestaat al heel lang. Hoe lang heb je dit boekje al? Vanaf begin 70 jaar. En de teksten, deze tekst was dacht ik een traditional, hè? En je maakt ook zelf je tekst. Dat komt er nu aan, zo meteen. Waar gaat het volgende liedje over? Over de vissers. Een ode aan Urk.
Hoe ben je daarop gekomen? Omdat ik kom van de kust. En dus ik ben opgegroeid met boten, heen en weer naar de zee of niet terug of wat. En je hebt het geschreven toen je in Urk was? Nee, ik heb het geschreven toen ik in Marokko was, maar vissers zijn altijd iets. Dus de aanleiding was een Marokkaanse visser? Ja, precies. En nou, we gaan er gewoon naar luisteren. Hier is Cat's Hand. Frits Bodewis. En heb je precies? Een grote paas en alles. Met grote handen, ja. Maar je kunt er ontzettend mee. Je kunt natuurlijk niet op een ukulele spelen, jij. Heel goed, zelfs. Maar dan heb je in één keer een heel akkoord. Nee, maar dan is de geest er wat kleiner. Jullie kennen elkaar al heel lang, hè, Harry? Ja. Frits en ik kennen elkaar ongeveer 20 jaar. En we hebben elkaar ook op een heel merkwaardige manier ontmoet. Want we mochten elkaar niet. En dat is wat het verschil ook. Vertel eens. En ik was te klein. Jullie zagen elkaar en dachten, nou, dat wordt niks met ons. Wat een akelig ventje, ja. Dacht jij. Ja, een vreselijke gozer. Die komt zo uit het zuiden hierheen zeilen en even de wereld bepalen hoe het hier wel moest. Vertel me, Frits, wanneer is dat conflict bijgelegd? Een week later. En zijn jullie toen gelijk muziek gaan maken? Ja, door de muziek hebben we erbij kunnen leggen. Dus je kan wel nagaan dat muziek heel wat gevoelens en
dat mensen dus zich daar goed bij voelen. Het is aan jullie te merken. Wat is het volgende nummer wat jullie gaan doen? Het is The Last Call. En is het ook voor alcohol? The Last Call voor alcohol? Ja. Is het autobiografisch? Nee, niet echt. Het is een tradition, maar uit de 20 en 30 jaar. Cat's Hand. Time to say goodnight, it's the last alcohol this evening. Drink up, drink up, drink up, and order again. Come on. Stay here, but you can't go home.